Aan jou vragen of jij, of, nou, ik zou willen vragen wat jij... Beste kijkers en aanwezigen, wij zijn de inloopavond aan het filmen en wat interviewjes hebben we hier opgenomen bij de mensen. En je hebt dat georganiseerd, hè? Wat houdt die inloopavond van Romeo en Julia precies in? Nou, we hebben een open podium, dus vanavond kan iedereen die het wil, kan iets komen vertellen, zingen, dichten over de liefde. En dus, over Romeo en Julia natuurlijk, daar gaat het over. Ja, er zitten hele mooie verhalen tussen, hè? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En dan hebben we hier nog maar zo'n klein beetje. Topje van de berg. Zeker. Okay. Ja, en we gaan nu verder met Henk van Raalte. Ja. Want Henk van Raalte die heeft ook iets heel bijzonders. Okay. Moet je zeker filmen. Gaan we naar kijken. Beheers de hartstochten zijn deugden. Dus dat is je kunnen beheersen en toch je gevoelens uiten. En Henk, als we dan naar Romeo en Julia denken... hoe zit het dan, als we het hierover hebben? Het is een puur stuk liefde, hè? Beheerst de hartstochten. Dat is een stuk liefde. En als dat... Maar Romeo en Julia was niet zo beheerst, volgens mij. Okay. Volgende. Gaan we het verder niet over hebben. De volgende. Slecht humeur is een betere grond voor echtscheiding dan overspel. Zeg hem nog eens een keer. Slecht humeur is een betere grond voor echtscheiding dan overspel. Goede reden, hè? Nou, het is in ieder geval iets om over na te denken, blijkbaar. Want er wordt wel flink over geroezemoest. Ik heb al gezegd, ze zijn niet allemaal even makkelijk. Je kunt ook vrijgezel blijven, omdat je zo opziet tegen de scheiding. Die is wat makkelijker, hè? Meine Liebe, die sind beide frei. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, deine Liebe, haben denselben Sinn. Ich liebe dich und du liebst mich. Und da steckt alles drin. Nou... Nou, ha, zegt letterlijk een liefdesverklaring. Ik krijg er helemaal warm van. Waarom bent u vanavond hier? Omdat ik het gezellig vind en dat ik ook graag dans. Ik heb net de tango gedanst met een meneer. Oké. Okay. Dus, was leuk. Dus dat is uw talent, dansen? Ja, maar alleen die wilde dansen maakt niet meer. Voor me allebei mijn benen. Nee. En Romeo en Julia, wilt dat nog iets zeggen voor u? Ja. Wat zegt u het verhaal? Het was heel leuk. Ja? Ja. Okay. En ze hebben een gesprek gehad met mij in Tokkie. Ja. En ze schrok er eigenlijk even rot, want ik zei woef, woef. En toen is ze met mij gepraat en zo. Ze zei, ben je nog verliefd? Ik zei, ja, smoel verliefd ben ik. En op wie? Dat weet ik niet meer. Okay. Ik heb een goede tweede man gehad en daar blijf ik bij. Okay. Dat is mooi, hè? Ja. Kok Kleine Kort. Waarom bent u vanavond hier? Voor Romeo en Julia natuurlijk. Ja. Ja. Wat vindt u van het verhaal? Ja, dat is altijd leuk en dat blijft altijd ook. Ja. Het is open podium vanavond. Gaat u ook nog wat doen straks op toneel? Nee, vanavond niet. Nee, misschien... Wat is uw talent? Mijn talent is tekenen en schilderen. Dat kan ook meer, liefde kunt ook tekenen en schilderen. Ja, dat kan ook, ja, dat kan ook. Dus daar kunnen we nog eens over nadenken. Ja, ja, inderdaad. Laat dat maar eens doen. God, geweldig zeg. Ja, en dan gaat het vanavond over Romeo en Julia, ja, hè? Ja. Ken u dat verhaal? Ja, dat ken ik wel. Wat vindt u ervan? Ja, dat vind ik wel een mooi verhaal. Ja. Maar mijn man is al 30 jaar dood, dus... Ik heb de liefde gelukkig van mijn kinderen nog. Ja. Hey, dat vind ik wel fijn dat ik mijn kinderen heb. Dat is ook liefde, hè? Ja,
heel licht. En al wat je geeft, krijg je terug, hè? Ja, hoor. Okay. Heb je ook nog talenten? Nee. Helemaal niet? Ik kan niet mee dansen of wat dan ook. Maar wat had u vroeger voor talent? Nou, voor mijn gezin, gewoon. Ja. Maar ben je nooit gaan zingen geweest of gaan dansen of toneel? Nee, daar was toen nog niet bij. Nee. Ik word al 93, hoor. Oh, toen was dat nog niet, hè? Nee, toen werden we nog strak gehouden, hè? Oh ja, strak aan het handje. Ja. Op tijd thuis? Ja, op tijd thuis. En wij mochten niet meer naar zondags gaan dansen. Mm-hmm. Want wij moesten naar de kerk, naar het lof. Ja. En ging dat niet stiekem? Nee. Wij zijn gewoon eruit gescheiden mee dansen. Oh, zijn eruit gescheiden mee dansen? Ja, dus ik heb het nooit goed kunnen leren. Nee, nee. Frans Verhavels. En waarom bent u vanavond hier? Omdat ik bij mijn vrouw op bezoek ben. Niet mijn vrouw, maar mijn vrouw op bezoek ben. Ja? Ja. En kent u het verhaal van Romeo en Julia? Ja, ik heb het ooit gelezen zelfs. Maar ik kan er niet veel meer van herinneren. Ik kon net vragen, wat vindt u nou van? Ik denk dat het een eeuwig verhaal is. Ja. Er is altijd iemand wel verliefd. Ja. Zou het niet? Ja. Dus. En had u ook talenten over de liefde? Nee, talenten? Ja. Oh, dan moet je aan deze dame vragen. Dat was... Nee. Maar ik kan... Dat weet ik niet. Ja, ik ben wel 15 jaar getrouwd geweest, dus... Dan weet je toch wel wat liefde is, hè? Ja, ja, tenminste, denk ik wel, maar... Ja. Hé, hey, dat is proost op de liefde, hè? Nou, op mijn dochters. Ja, dat is ook liefde, hè? Ja. Waarom bent u vanavond hier? Omdat ik hier woon. Ja. En het verhaal van Romeo en Julia? Nou, vaag. Ik ken het verhaal wel. Ja. Dat... En heb u ook talenten? Want het is open podium vanavond. Nou, dat weet je niet. Dus van toneelspelen, zingen, dansen. Nee, daar ligt mijn kracht niet. Nee. U komt gewoon lekker kijken en genieten. Ja. Met een lekker glaasje wijn. Zo is het. We zeggen nog een hele fijne avond. Dank u wel.